In de zaak over de gezelschapsspellen, dat is de zaak die bij de Hoge Raad terecht is gekomen en ook wel heet in pech tegen Milton Bradley, was de nabootsing van een groot aantal gezelschapsspellen aan de orde. Het ging onder andere over bekende spellen als Vier op een Rij en Zeeslag. Hoewel die zaak voornamelijk auteursrechtelijke aspecten had, kwam het eigenlijk voor de onrechtmatige daad erop neer dat de rechter heeft gezegd, en dat werd uiteindelijk door de Hoge Raad ook gesanctioneerd, dat het spel Zeeslag geen auteursrechtelijke bescherming kon genieten, dat er in ieder geval geen inbreuk op is gemaakt, en dat het erop neerkwam dat toch het kopiespel, dat heel toepasselijk, en dat paste helemaal in de lijn van alle nagemaakte spellen, Sea Battle heette, dat spel Sea Battle wel zo vreselijk veel op Zeeslag leek in zijn hele uitvoering, dat heeft geleid tot slaafse nabootsing. Want degene die dat spel Sea Battle op de markt bracht, ja, dat is heel simpel, die had gewoon niet genoeg gedaan om af te wijken van het zeeslagspel zoals dat door Milton Bradley en de zijnen op de markt was gebracht.